Het is een tactische wedstrijd, dit wereldkampioenschap in Heusden-Zolder tot nu toe. Het is een interland Nederland-België. Of eigenlijk België-Nederland, want de Belgen spelen thuis. Kijk, hier is mooi Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Die dringen elkaar weg. Kijk. Oh, in het voorwiel stapt hij van Wout van Aert. Ja, hij zit met zijn voet vast. Ja. Hij zit met zijn voet vast, met zijn tenen. Oh, oh. Ja, dit krijgt hij niet Ja. Want er zit natuurlijk een klittenbondsluiting die het tegenhoudt. Wat gebeurt er vooraan? Ja, die heeft het gezien natuurlijk. Ja, natuurlijk. En nou moet Pauwels. Van der Haar is gevlogen. Die heeft het zien gebeuren. Nou, hij ziet het weer te vroeg. Kracht gezet. Hij slipt weg. En hier, op, hier valt de schoen erin. Ja, en dan het enige wat hij wil is eigenlijk zijn voet terug. Ja, en die blijft haken met zijn sluiting. Wordt het dan toch die dag, die ene dag, dat die, die twee mannen klopt die beter zijn? Lars van der Haar. Wat is er met Van der Poel? Heeft hij materiaalpech? Poel, en die moet serieus in de achtervolging. 28 seconden. Dus het gat van der Poel op Van der Haar. Het gat op Nijs is 18 seconden. Het is allemaal nog te overzien. Goh, wie gaat hem halen? Als het van Nijs moet komen. Als het nou alleen van Goodold Sven Nijs moet komen in de achtervolging op deze man. De komende 20 minuten. Dan gaan de Belgen echt tekort komen. Je ziet dat Van Aert ook gelijk een afstand neemt van Sven Nys. Sven Nys die natuurlijk gehoopt had om het wiel te houden van Aert. En zodoende een mooie podiumplek te behalen. Je ziet dat Wout van Aert toch heel erg sterk is hoor. Goed, handjes op het stuur. Bij Lars van der Haar. Dit is verworden tot een man tegen man gevecht. Ja, Wout van Aert is goed. Werd eigenlijk gevloerd door de schoen van Mathieu van der Poel. Ja. Want zo simpel is het. Daar bij de Van der Poels. Waarbij David nog steeds het tempo moet maken. Dat is een slecht teken. Ja, die... Adrie schreeuwt ze wat toe. Want dit menneke uit Woudenberg is er vandoor. En Wout van Aert is, hier is, oh, dat is best of the rest. Van de Belgen. Hij krijgt flesjes toegeworpen. Maar wat een klasse, Wout van Aert. Ja, dan is eigenlijk de hele wedstrijd weer open. Dan begint er een nieuw spel vooraan. Tussen die twee. Van der Poel tussen Nijs en Pauwels. Doet weer mee om brons. En hier gaat het vooralsnog om de wereldtitel. Lars van der Haar nog steeds. Eerst in de wedstrijd Van Aert achter hem. Lars van der Haar. Raak hem maar eens kwijt. Het is een terrier. Nou, die, Moet van zeer goede huizen komen om hem los te rijden. En als het je niet lukt op die technische stukken, dan ben je gezien. Dit gat wordt iets kleiner, maar dit gaat te laat zijn, denk ik. Ja, dit gaat te laat zijn voor de overwinning. Jammer, jammer, jammer. En dit is ook een heel lastig stuk. Positie kiezen, kijk eens. Ja, het gaat hard tegen hard. En hij wordt volledig onder druk gezet, Wout van Aert. Hij moet ook rijden. Hij wil met Zeven van der Poel absoluut niet terug. Maar hij kijkt elke keer achterom en dan ziet hij Lars van Aert zitten. En dit, godverdomme... Ik had dit seizoen heb ik makkelijkere koersen gehad dat ik hem op sneller loste. Krijgen we de 12e Belg als wereldkampioen in de lange geschiedenis van het veldrijden? Of krijgen we voor de zevende keer een Nederlander? Kijk eens. Op lef, op durf. Ja, dit is bizar. Ja, dit is alles om... Terwijl hij kan gokken op zijn sprint, normaal gesproken. Ja, maar weet ook dat hij nu met meer gripbanden rijdt. Dus hij rijdt met de Rino's. Ja, geweldig dit hoor. Dat, op die afdaling is er is bijna niet in te halen. Maar puur omdat hij met schijfremmen rijdt, weet hij dat hij later kan remmen. Overklast hij eigenlijk Van Aert. Van der Haar vorig jaar. Oh, hier maakt hij een foutje. Geklopt in de sprint om zilver. Kijk, door Van Aert. Hier, Van Aert is een sneller loper. En hier gaat al twee keer brons op het wereldkampioenschap voor Prost voor Lars van der Haar. Vorig jaar achter die man. Nou ja. Ja, nou heeft hij mazzel. Vanavond moet afstappen, maar... Duwen, want dit zijn twee seconden. Ja. Twee kostbare van seconden ziet van der Haar. Kom op. Kom op. Niet capituleren in het zicht van de finish, Lars van der Haar. Je rijdt een geweldig wereldkampioenschap. En precies dit moet je niet hebben. Nou, de Belgen worden helemaal gek nu. De wereldkampioen achterwiel houden moet het achterwiel laten gaan.
Wout van Aert gaat het halen. En wordt moet de dertiende... hij onderuit liggen, onderaan de brug. Maar dit gaat hij niet meer uit handen geven. Hij wordt de 13e wereldkampioen voor België. En na een geweldige race moet hij zich... En dat kan hij zich niet bij neerleggen bij het zilver. De wereldkampioen, 21 jaar, uit Lille, is Wout van Aert. Niet de grote favoriet, maar wel de grote favoriet namens de Belgen. De kopman der Belgen maakt het waar. En je ziet Lars van der Haar in eigen land. En Lars van der Haar was goed, was heel goed. Was misschien wel rijp voor de wereldtitel. En kijk, wat een blik. Die blik zegt alles. Eén klein slippertje in de laatste paar honderd meter. Wat is daarachter gebeurd? Pauwels krijgt het brons. En de man in het midden neemt afscheid van alles en iedereen. Vierde plaats. Sven Nys, de kannibaal, is uitgegeten. Hij stopt ermee. Bijna 40 jaar en hij wordt vierde op het wereldkampioenschap veldrijden. Zijn laatste WK. En hier komt Mathieu van der Poel binnen. Moe gestreden. Hoe goed hij echt was, zullen we nooit weten. Door het rare incident werd de achterstand net te groot. En hier komt David van der Poel op een zesde plaats. En dan is het zilver voor hem. Nee, je ziet maar... de rode oogjes verschijnen en... hij wil zo snel mogelijk weg. Dit is vooral verloren goud voor Lars van der Haar en dat weet hij. Ze breken de tent echt af hier op zolder. 50.000, 60.000 uitzinnige Vlamingen gaan uit hun dak voor Wout van Aert. Gaan we eens kijken naar de reacties van de hoofdrolspelers. Te beginnen met de man die heel dichtbij was, de zilveren Lars van der Haar. Ja, wij dachten even waar twee honden vechten om één been, daar gaat de derde ermee heen. Ja, dichtbij gezeten, maar net niet beter als Wout van Aert. Ja, het moment eigenlijk dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel met elkaar in de clinch liggen, hè, de voet blijft hangen in het wiel van Wout van Aert, dan sla jij direct het gat. Had je direct door, nu moet ik gaan? Ja, dat was sowieso mijn keuze al om die ronde te gaan. Dat had ik, coach aan de kant zei ook, nu moet je gaan. Dus het was sowieso de bedoeling om dan door te trekken. En ik krijg gewoon een heel mooi gat en dan moet je sowieso alles geven wat je hebt. Vooraf zei je, ik kan eigenlijk alleen maar van mezelf verliezen. Is dit van jezelf verliezen? Nou, dat denk ik niet. Ik had niet de dag waar ik op gehoopt had. En ik was nog iemand aan het meedoen voor winst dat ik daar laat voorval heb dat ik in het wiel van Wout stap. En dan heb ik misschien iets te lang gewacht om het te herpakken. Ja, dat was het moment eigenlijk in de wedstrijd. Hè? Wat gebeurde daar precies? Ja, ik wou in tweede positie gaan zitten voor Lars. Die reed op kop. En ik dacht, als ik tweede ga zitten, dan heeft Lars natuurlijk iets meer moraal als hij achterom kijkt en mij ziet zitten. En ik rij mijn eigen vast en meer dat ik wil afstappen, stap ik in het voordeel van Wout. Doordat ik eigenlijk achteruit werd geslagen, was er geen weg meer terug. Moest ik volop bij koersen en was er van indeling geen sprake meer. En zo koers ik eigenlijk op mijn best als ik gewoon heel de ronde met de gas open kan rijden. Dus dat was eigenlijk achteraf gezien allemaal perfect. Wat bleef je ongelooflijk rustig tijdens dat moment? He, je stond heel rustig die voet van de Poel uit je wiel te halen. Was je niet in paniek? Ja, natuurlijk verrast. Ben je eerst verrast, maar dan denk je al heel snel van het heeft geen nut om hier allebei te gaan trekken zoals al vergeken. Dus dat was gewoon, het kwam direct in mijn hoofd op van even rustig en zo snel mogelijk weg hier allebei. En, ja, voor hetzelfde geld zijn we dan nog veel langer, maar het zag er misschien klungelig uit, maar het kan me niks schelen natuurlijk nu. Uiteindelijk kan Wout van Aert het gat nog dichtrijden. Had je dat verwacht? Nou ja, Wout was gewoon heel erg goed. Ik hoopte alleen dat hij misschien zou bezwijken onder de stress, maar helaas, hij rijdt het gat dicht en dan weet je dat het wel heel moeilijk wordt. Maar ik deed alles goed in het einde op één dingetje na. Het laatste klimmetje? Het laatste klimmetje bleek hij nog op het buitenblad te staan. Dat is wel een grove fout. En, ik heb geschakeld, maar ja, misschien net niet goed doorgedrukt doordat hij niet op het binnenblad stond. En ik dacht al, waarom kom ik nou niet boven? En dan moest ik afstappen. En tegen zijn lange benen kon ik op dat moment niet meelopen. Toen ik boven op de klim enkele meter zat, toen had ik zoiets van, ja, dit mag je echt niet meer afgeven, Wout. En dat gaf me nog de kracht om nog even helemaal over de limiet te gaan. En toen ik aankomst op draaien en ik zag geen oranje trui niet meer in het gezichtsveld, dacht ik van, ja, dit is gewoon fantastisch. Ja, wat was dat voor moment? Dat kan je niet beschrijven. Hier in Zolder heb je heel veel grote tribunes hier naast de aankomst. En je hoort het volk zo schreeuwen. En, dat is gewoon, dat moet je denk ik meegemaakt hebben om te weten wat dat is. En, dat is een echt moment waar je altijd zo hard vertraint. Toen was de wedstrijd voor mij al verloren, vooral mentaal. En dat is heel moeilijk om daarvan te komen. Ja, want hoe ben je toen verder gaan rijden? Je hebt hier met mentale knauw gehad. Je weet dat het gebeurd is. Ja, dat wel. Dat was heel moeilijk voor mij, omdat
voor een derde plaats kan ik me niet echt motiveren natuurlijk. En ik kwam om te winnen en dat is niet gelukt. Kun je desondanks met deze tweede plaats iets van tevreden zijn? Nou ja, volgens mij heb ik de koers meegemaakt en heb ik op kop gereden en heb ik ervoor gestreden en was ik goed vandaag. Dus ja, ik kan hier wel vrede mee hebben dat er uiteindelijk iemand wint die net iets beter is. Twee keer derde, tweede. Ja, dan voel je hem aankomen. Die eerste gaat er echt wel een keertje komen, daar ben ik zeker.